Hoe heb ik ooit gedacht aan religieuze roeping? De eerste vraag is misschien, wat is roeping? Hoe ben ik tot roeping gekomen? Hoe ben ik christen geworden? Want dat hangt toch helemaal samen. Ik heb het geloof gevonden toen ik 19 jaar was door de Bijbel te lezen. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Want op die manier ben ik op het spoor van God gekomen. Of moet ik eerder zeggen dat God op mijn spoor gekomen is. En een ander element is dat de mensen waarmee ik in contact gekomen ben, voor mij een weg geweest zijn in mijn leven. Ook naar Orval toe. Meteen zeg je dat de roeping iets heel persoonlijks is. Want welke passages in de Bijbel treffen mij? Dat hangt voor een stuk af van mijn eigen persoonlijkheid, van mijn eigen geschiedenis. Maar tezelfde tijd krijg je die teksten, ik heb ze niet altijd gekozen. En hetzelfde geldt voor de mensen. Welke mensen zijn in mijn geschiedenis gekomen? Ik heb ze ook niet altijd gekozen. En toch zijn ze voor mij heel belangrijk geweest op mijn weg naar mijn roeping toe. Heel concreet is dat dan zo gebeurd dat een vriend van mij mij ooit uitgenodigd heeft naar Orval, de abdij van de Trappisten. En ik was daar helemaal niet op gesteld. Ik vind het belangrijk van dat te zeggen. Niet dat ik daar fier op ben, integendeel. Maar het toont ergens dat roeping niet van mezelf komt. Roeping ligt niet alleen maar in het verlengde van mijn eigen passie of interesse. Ik zou iets anders gedaan hebben, veel meer in de lijn van het sociale of het artistieke. Of het intellectuele. Maar ik ben in Orval terechtgekomen en ik heb daar het gevoel gehad dat ik, en het woord is hier weer belangrijk, dat ik inwendig opgevorderd werd. Dat er een soort inwendige eis was. Van als ik echt mezelf wil zijn, dan moet ik hier zijn. En wat is echt jezelf zijn? En christen zijn tezelfde tijd, ik zou dan roeping zo omschrijven als je bent op de plaats waar je God en de mens het best kan beminnen. Ik zeg wel God en de mens. Of het nu gaat om een kluizenaar of om iemand die sociaal geëngageerd is, het gaat altijd om die twee. Het is gewoon het dubbel gebod van het evangelie. Op die manier ben ik dus in Orval terecht te komen en kan ik ook spreken over mijn roeping. Roeping is altijd persoonlijk in die zin. Ook al zijn de principes die erachter liggen altijd dezelfde. God en de mens, het evangelie en de personen. In Orval zelf ben ik dan abt geworden. Was dat dan een nieuwe roeping? Krijgen kunnen we dan eens als vraag? Nee, het is gewoon mijn roeping die verder ging, die uitgediept werd. Want een roeping, men zegt wel, ik heb een roeping, maar wat is hebben? Eigenlijk moet je een roeping waarmaken van dag tot dag. Er is een monnikenspreuk die zegt, hij komt uit de eerste eeuwen, is monnik hij die iedere dag zegt, iedere morgen, vandaag begin ik eraan. Toen ik dat las als novice, als jonge monnik, dacht ik, dat is toch een beetje overdreven. Na enkele jaren heb je toch ervaring, ben je toch dezelfde niet meer. En dat is ook wel waar. Maar toch versta ik nu waarom het gaat. Inderdaad, iedere morgen zeg ik, in zekere zin begin ik eraan. We staan altijd aan het begin. Dus ik heb die roeping niet, ik maak ze waar. En ik ben ook op die manier abt geworden. Als een concreet maken van die roeping. De broeders hebben mij daartoe geroepen, hebben mij daartoe verkozen. En dan heb ik ja gezegd. Natuurlijk, de vraag die ik de laatste tijd vaak moet horen, dat is, en dan bisschop worden. Wat doe je daarmee? Is dat dan een andere roeping? Voor mij is het nog altijd hetzelfde. Voor mij is de grootste dag van mijn leven geweest, de dag van mijn plechtige geloften, van mijn definitief engagement in het monastieke leven. En ook als bisschop blijft dat zo. Ik was heel blij en ook dankbaar toen de kardinaal in mijn bisschopswijding erop het accent gelegd had op het feit dat ik monnik was en dat ik het ook moet blijven. Ik hoop dat ik als monnik bisschop zal zijn. En voor mij was dat een enorme bevestiging van continuïteit in mijn leven. Hoe verschillend mijn leven nu ook is, uitwendig. Maar innerlijk gaat het eigenlijk steeds maar om hetzelfde. Hoe kan ik voldoen, ik zal niet zeggen aan de wil van God, want wat betekent zoiets? Maar die wil van God, ik zou zeggen, het is het verlangen van God, waarin zowel
zijn wil als zijn grote liefde zich uitdrukt. Dat is de wil van God. Het maakt deel uit van iets veel ruimers, die eigenlijk de liefde is. En toch is er een passage geweest. Ik kan dat niet loochenen. Het was een ontrukt worden aan een leven waarin ik me heel gelukkig voelde. Wat is een passage? Wat is een overgang? Het is een hele goede tijd om daarover te spreken, want Pasen betekent precies overgang, passage. Het is dus altijd ergens, maar dat heb ik ook al meegemaakt tijdens mijn monastiek leven in Orval. Het is telkens een aanvaarden van iets nieuws binnen die grote oriëntatie van je roeping en die overgang kunnen maken. Waar haal je de kracht vandaan? Steeds maar uit hetzelfde. Vanuit het woord van God en vanuit de liefde die je kan opbrengen voor je medemensen. Ik denk dat dat, het lijkt heel eenvoudig, hè, maar als de kerk profetisch moet zijn in onze tijd, dan is het in die zin. Iedere christen door zijn doopsel is profeet. Wat betekent zoiets? Profeet betekent niet de toekomst voorspellen. Het Griekse werkwoord profemi betekent spreken in de naam van. Wij spreken allemaal als christen in de naam van God. Wij leven in de naam van God. We zijn christenen dat wij zeggen andere Christussen. We doen het in de naam van Christus. En dus steeds maar inspelen op wat de geest voorstelt, want onze vrijheid is er altijd mee gemoeid. Steeds op die geest inspelen en hem laten spelen met ons, zou ik zeggen. Dat is profetisch zijn in deze wereld. Want dan ga je dingen doen waarvoor je eigenlijk vanuit jezelf de kracht iets zou opbrengen. Ik zou uit mezelf geen monnik geworden zijn. Ik zou iets anders gedaan hebben. Ik zou ook geen abt geworden zijn en ik zou ook geen bisschop geworden zijn. Maar ik heb het appel gevoeld, de roeping van, ja, dat is het verlangen van God naar jou toe. En ik heb altijd maar ja gezegd. En ik denk dat dat de beste weg is.